Tweede Wereldoorlog verwoestte Rotterdam, maar gaf de stad ook een nieuwe kans. Het bombardement creëerde een leeg canvas, ook voor kunstenaars. Nu zijn hun kunstwerken niet meer weg te denken uit het Rotterdamse straatbeeld. Ik ben Gijs de Rivière, kunstenaar. En ik ben Hester Knibbe, dichter. Samen laten wij u de meest bijzondere kunstwerken van de binnenstad zien. Met elkaar vertellen ze het verhaal van de stad. Speciaal voor deze route schreven verschillende dichters een gedicht bij de meest bijzondere beelden. Loop mee en luister.